Hey, dankjewel dat je kijkt naar Enterprise Me TV. In deze aflevering laat ik je zien hoe je deze wraps maakt met een ei-wrap en daarbinnen wokgroenten. En dit is een clean avondmaaltijd. Heel snel, binnen een kwartier ben je denk ik wel klaar. Dit is wat je nodig hebt voor de wraps slash pizza. Grof gesneden wokgroenten. En ik heb hier provinciaalse genomen. Maar je kan natuurlijk elke andere wokgroente nemen wat je zelf wilt. Albert Heijn heeft ook hele grote wokgroente zakken in de diepvries. Dat is een stuk goedkoper dan deze. Daarnaast feta kaas of witte kaas wat ik hier heb. 2 eieren. Het is 1 ei per wrap. Dus als je meerdere wraps wilt, dan heb je meerdere eieren nodig. En nog passata. Ik heb gewoon de AH Basic genomen. Die is helemaal prima. Het eerste wat je gaat doen is het ei loskloppen. En ik doe altijd echt 1 ei per keer. Ik weet als je zeg maar, je kan natuurlijk meerdere eieren bij elkaar doen zoals je met een omelet doet. Maar ik vind dat veel moeilijker te reseren. En als ik het gewoon per stuk doe, dan weet ik gewoon dat het 1 ei 1 wrap is. Hierbij doe ik een beetje zout. Ik moet echt even een beetje op smaak te brengen. Een beetje peper. Zo. Maar even kijken wat je zelf lekker vindt. Ik vind knoflookpoeder erbij ook best lekker. Zo, eigenlijk doe ik het voor de eerste keer, maar het lijkt me best wel lekker. En peterselie. Dit doen we ook een beetje erbij. De volgende stap is het loskloppen van het ei. Zoals je bijvoorbeeld bij een omelet zou doen. Als alles goed vermengd is, dus het eiwit en het eigeel, dan ben je klaar. Warm een koekenpan op een medium vuur en doe daar wat olie bij. Ik gebruik nu even mijn olijfoliespray. Zorg ervoor dat de pan goed heet is voordat je het ei erbij gaat doen. Even goed doorroeren. En dan. Kijk, want dan plakt hij meteen in het midden. En dan kan je dit er als een soort van pannenkoek omheen bakken. Zal je net altijd zien, hè? Daar net een gat blijft zitten. Het gebeurt normaliter natuurlijk nooit. Maar goed, dit droogt eigenlijk heel snel op, dus ik zou erbij blijven staan. Als de bovenkant is opgedroogd, dan pak je er even of een pannenkoekenmes of echt zo'n platte keukenhulp bij. En dan kan je hem ook best wel makkelijk. En natuurlijk, als je het dan weer doet voor een camera, dan lukt het niet. Ha. Ja. Lekker dan. Kijk, in principe gaat dit natuurlijk altijd goed, behalve als je dat gaat filmen. Met het tweede ei doe je precies hetzelfde als met het eerste ei. Dus eerst even loskloppen in een glas. En kijk, deze is al veel beter gegaan, want het midden blijft dan plakken. En als hij aan de bovenkant is opgedroogd, dan draai je hem om. Kijk, heel makkelijk. En dan moet dit nog echt 1 minuutje, heel snel. Vervolgens gaan we de helft van de wokgroenten gaan we in de pan wokken. En ik doe de helft, want dit is 400 gram. En dat vind ik zelf, ik krijg het gewoon niet op. Het is gewoon te veel. Dus ik doe de helft ervan. En eventueel eet ik de rest vanavond. Dus die gaan we even bakken, zo. Als je het lekker vindt, kan je deze ook op smaak brengen met wat zout en wat kruiden. Eerlijk gezegd, ik zou geen woksausjes gebruiken. Want daar zit meestal suiker in of een andere vorm van suiker. Dus dan kan je het beste gewoon zelf maar de dingen erbij doen. Dan weet je niet pas zeker wat erin zit. Zo. En ik doe eigenlijk gewoon een beetje dezelfde kruiden en zout en peper als wat ik voor de wraps heb gebruikt. Zo. Wokgroente is klaar. En wat ik dan doe is eigenlijk de passata even in een apart kopje zetten. Dat ik anders veel te veel gebruik. Wat je dan doet is het volgende. Eventjes zo. Dus wat je met een normale pizza ook zou doen. En eerlijk gezegd, je zou best wel ook even de wraps nog een keer kunnen opwarmen. Maar aan de andere kant denk ik van, weet je, de groente is ook gewoon al warm. Dus die kan er prima overheen. Er wordt alles op zich ook wel weer een beetje doorverwarmd. Ik doe hier niet te veel van. Zo. En dan gaat de wokgroente hierbij. Je zou dit ook echt als een serieuze pizza kunnen beleggen. Dus dan hieroverheen nog kaas smelten en dan wat groente bij wat je er zelf lekker bij vindt. Of misschien wat vlees of zo. Er moet natuurlijk nog witte kaas bij. En ik snij nu even een stukje af van ongeveer 20 gram denk ik of zo. Nou, ja, zoiets.
En vroeger, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen, maar vroeger deed ik serieus echt gewoon het halve blok of zo over mijn pasta. Un-effing believable. Het is gewoon superveel. Maar nu dus zo'n stukje. Die breek ik ook even door midden. Dan verbrokkel ik dat over mijn wrap slash pizza ding. You get the idea met de pizza, hè? Dit is meer een wrap eigenlijk dan een pizza. Maar je kan deze bodem natuurlijk ook gewoon gebruiken voor een pizza. Misschien moet je 2 eieren gebruiken, zodat die wat dikker is. Zo, en dan vouwen we een dubbel. Nou, het ziet er echt prachtig uit, Nat. En tenslotte moet ik natuurlijk ook nog eventjes proeven. Oh, Zo lekker. Ik at dit dus altijd voordat ik ging kickboksen. Het vult heel goed. En het is niet zo heel zwaar op de maag of zo. En je kan er best wel lang mee vooruit. Dus laat me even weten als je hem hebt uitgeprobeerd. Steek een duimpje omhoog als je deze video nuttig vindt. Als je hem niet nuttig vindt, mag je ook een duimpje omlaag steken. Dan weet ik dat ook. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal voor automatische updates. Hoef je dat niet meer bij te houden. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Maar wat ik zag toen ik dit boek aan het lezen was, dat heel veel dingen die zij zegt, daar is wetenschappelijk onderzoek bij. Of daar zijn experts die daar iets over zeggen. En ik vroeg aan haar van...